gewoon even goed gaan tellen en meten. Wat voor een stokje er voor nog staat. Ja, we moeten even een correctie doen, want ik had hadden al over Liesbeth de Wit, maar die hadden we net in de vorige ronde, die 89-31. Dat was Liesbeth de Wit. Ja, in principe kunnen wij. En die we nu op de baan hebben is nummer 500 €. Heidi van der Weijga met de vent 308. Nou, die heb ik dus in eigen hand. Alles was er boven de 92-18 uur uit, dan sta je op het podium. Wat pak je nou loopt? Dat zorgt dat je dat niet. En natuurlijk andere producten die niet direct aan de derde van de hemel zijn. Ja, dan kan je wel even. Ja, we hebben nog een hele lijst. We gaan naar de 90. En het is klaar, 90-54. Ja, het komt wel onderuit. Christian de Wit. En nou zal de vraag zijn of ze hem laten staan of dat ze hem zwaarder gaan zetten. Maar dat gaan we zo wel even horen. Eerst moet de koppeling even opwarmen. Het botertje heeft het zwaar. Maar we hebben net ook al gezien. Het komt goed. Even zwabberen met de volwiel. Dan gaat de volwiel draaien ook mee doen. Ah, het is een vlakke pak om zo'n ding aan de gang te krijgen. We staan met belangstelling te kijken. Kijk of die nou nog een voet voelt. Want die bellen gaan roepen één pitje. Ah, we gaan. Kijk, kijk, kijk. Eén pitje, dat is toch... serieuze shit. Drie pikken. Ja, en die probeert natuurlijk vaart te maken. Kijk. Want vaart is alles. Dan heb je het aan het eind minder moeilijk. En het zou zo wel kunnen zijn dat we het voor ons hadden. Merken en types. Goed al.
muur op. Dan kijken we vooral vier hier vanuit is en dan hebben ze weer een aantal die als de potten dan nemen. We krijgen nog een paar bijschrijvingen. We hebben nu 06, geheimwapen uit Stolwijk. Ook al jarenlang deelnemer hier, Jan-Peter de Pater met zijn tot voor hem 2500. En dat zijn gewoon machines, ja, die zitten er niet mee. De reizen gewoon weer terug, natuurlijk mag dat ook, dat is geen probleem. En die zeggen, joh, we koppelen de man en we zien zo. Leuk is trouwens als je naar de trekker aan de achterkant kijkt. Want het valt bij zo'n Dodge-Ram nog wel mee, want die hebben natuurlijk van fabriek Zweden een hele goede onderbouw. Want dat is eigenlijk een vrachtwagenstation. Waarop ze een bom doorgestopt hebben. Daar zit een hele goede onderbouw om daar een lekkere trekhaak over te doen. Maar er zijn erbij, die rijden hier weg. Dan zie je de trekhaak zo met centimeter of 10 afstand komen. Dat is leuk. Ja, maar die kennen we natuurlijk vanaf het voerderig. Er is vanavond nog wat, dat kun je daarmee doen. Hele handige bestuurders. En ja, die doen het niet op snelheid, maar die doen het puur op kracht. Nou is het natuurlijk leuk, want... ja, hier bij de tafel is allemaal nog wel een keer. Ik weet zeker dat de sleepwagen bij mij de zaak kan duidelijk wat zwaarder zal gaan zetten. Dan moet er echt serieus aan verrast worden. En dan gaan we eens kijken wie de langste adem heeft. De bergen zitten er ook paard achter. Die moeten natuurlijk vanavond terug naar Belgeland. En die denken jongens... Ja,
nog aardig rennen, want dan krijg je op een onderslepwagen in. Als hij zelf te snel rent, dan beukt hij die sleepwagen zomaar tegen de achterkant. Maar onze Belgen zijn goed wakker. Hey, de Kleine de Vries, hoe is hij? In het schema past ook qua afstelling van de sleepwagen. Oh, vrienden, laat lopen. Ja, er zijn heel wat trekkers waar het ook op staat. Een bijschrijving uit het boekje met een Ford F250, uiteraard uit Lopik. En die had ook een Volvo. En dan gaan we nog even onze Belgische vrienden raadplegen. Dat is een klein beetje naar voren rijden met de Stefan. En nog los. Even voor de Vriezen, na de pools van deze klasse, dan kunnen jullie even een demo doen van, met jullie Gladiator. Dus maak het filmen klaar, zo gaan we dus de finale gereden hebben van deze autoklasse, dan kunnen jullie even een met de stoptrekker een demo geven. Hij is de auto zo heet dat hij... Maar slaat hij aan? Even niet meer wil. Was iets los. We gaan het zien. We hebben zij het hier, maar ja. We gaan het even pols over te nemen. In ieder geval loopt hij niet. Het is toch niet lekker dat je mee met je vriendin te kletsen. Ja, dat heeft te horen, gewoon zakelijke praat hier. Waarom staat die meneer en zegt hier, dat heb ik met zijn auto niet in. Oh, de deed mee naar mij, pa. Ja, ja. Om gelijk maar weer op te kopen. Maar we gaan eens even nadenken hoe we dat verder gaan doen. Kom maar, kijk, je moet even niet aan. Dat hebben we goed komen, jongens. Ja, weet je wat broeken is? Aantrekken, dat gaat niet. Normaal gesproken tenminste, dus ik weet niet dat ze hier weer uitgevonden hebben, maar... Zit nog in die hart. Ja, dat komt omdat hij natuurlijk heel hard afgeremd werd aan het eind. En of er dan wat ja, vast geplakt, geslagen is, weet ik niet. Ja, kijk. Kijk, maar nou moet je even zien wie het beste komt. Maldonados met de Chevy K30. En kijk die wieltjes eens even. Die banden, oh. Heerlijk. 66, 75. We hebben een eerste afstand. Kijk, 4 of 6
Nu gaat het om de 13. Wie heeft de langste adem? 66, 75, de eerste afstand. En ja, normaal gesproken zou deze auto daar met gemak overheen moeten. Maar en hoor eens even. Ja, daar ligt of een trek aan kan staan, of een stukje aandrijving. Ik zie het, ik weet het niet, maar ik zie er in ieder geval wel onder liggen, wat normaal ergens vast wordt te zitten. Ja, het draait nog wel. Ik denk dat het een aandrijving is hier of daar, van de linkerachterkant of zo. Ik weet het niet, maar dan is het een stuk. Ja, dat zien we maar graag. Hij gaat op zijn voorwiel weer weg, want de hele kruiskoppeling achter die is overleden. En als hij nou rustig rijdt, dan houdt hij de rest van de stukken heel. Kijk, we horen het oude ijzer, de twee pijlman mee. Kijk, dat is natuurlijk de lol als je een voorwielaandrijving hebt. Dan kijk op je voorwielaandrijving naar huis rijden. Ja, wat denk erom, als je nou goed kijkt, het is wel zo'n as. Maar het zijn twee stukken aansluitingen die erop zitten. Ja, dus er gebeurt wat natuurlijk. Maar voorlopig hebben we 87-76. Ja, en we hadden het nu voorspeld. Ja. Serious shit. Nu moet je dat. Maar we gaan wel thuis. Dankjewel.
Wat zeg jij? Niks, maar dat dacht ik vooral. Iets gebroken, ja. Maar ik ben niet wat. Oh, wat was het? Oude stem. Oh, die achteraf die van mij, joh. Die hangt nog vast op de andere was. Wat een prettig moment. Niks meer bij u, maar kom. Ja. Dus gewoon met beleid wegrijden, is er niets aan de hand. Waar houden we van die weg gaat? Stel waar je zo meteen nog een superfinale voor rijden, dan moet je van half 2 toch nog een plakker aangetrokken worden. Ja. Met een maand toe. Ook die. Ja, en ik denk gewoon dat die maand toe gewoon aan het langste heen gaat trekken. Daar is weer iets in de andere vlaag overleden.
Of misschien is nou het zaakje wel afgebroken. Ik zie tenminste hier een. Nou, toch een boutje van zo'n millimeter of 12 dik. Die zie ik hier spontaan van een rembo op de grond vallen. Ik zie daar nog een stuk ijzer liggen. Jongens, haal dat gelijk maar weg. Kan het daar overleden? Gooi maar in de bak, jongens. Het was toch al niet best. Wat gaan we doen, jongens? Gaan we er gelijk weer de plek repareren? Ja. Weet het niet. Nou, ik denk dat ze hem los willen sluiten. Dan heeft daar volgens mij nog een stukje ijzer, zit er? Ja, ja, ja. Ja, je weet het nooit met die man. De make-up zit er serieus. Ja. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Gaan ze de Astitussen uitsluiten? Hè? Ja. Even een noodoperatie, ze sluiten op de afstreven tussenuit. Dan kan hij in ieder geval op zijn voorbeeld blijven. Dan zou hij zelf weer moeten kunnen. Ja, maakt niet uit, kleine divisie. U stond erbij en u kijkt ernaar. Gaat het veel sneller dan in de garage. Maar nu is het niet in de garage, het kost allemaal veel minder. Nou, je hoort nog even wat stukjes staal uit de baan gepleuterd. Voort je maar achter. Ja. Nee, nog maar even zo. Zo. Jongen, hoe blijft die jongens wat in de klasse? Jullie zijn veld. Hij zegt, wat gaan jullie maar snel, dan ga ik ook langzamer. Ja, ik wil gaan rekenen met hier. Hoe krijg je een manicoestel? Ik heb geen idee wat ze doen, leuk. Ik denk dat hij daar wat mee in het voordeel is ten opzichte van de auto's. Gaat het zo doen? We gaan het misschien wel even een beetje vragen voor de kans krijgen. Ik zal het toch niet aanhouden zeggen. Dat zit hij juist aan gewerkt, maar het voordeel van Boeding is, hij heeft bijna geen voordeel geslikt. Dat zit er nu een heel klein beetje aan te komen, maar hij heeft wel een voordeel. Dit wordt een serieus gewicht, het gaat ergens om. We gaan het weer voor. We zijn er al toch. We gaan het zien. Wat er nou mee op de grond. Jawel, hoe heb je dat nodig? Wat krijg je dan? Onder de motto, kwaad is alles. Ik ga er nog van kijken hoeveel grip die dingen hebben. Dit is meneer de Pater.
nog eens in bereik is. Ik hoop dat hij nog thuis komt. Die nauwe posities, dat gaat hij niet volhouden. Je mag hopen dat hij nog thuis komt. En dan is wij wel achteraan, dan kijk ik nog sluiten. Ja, daarom. Nee, kom goed. Nee, maar elke pool die al een keer brokken gehad hebben, dus we gaan eens zien. De Vot. Ja, we hebben het van elkaar wel afgekeken, een beetje zwoeren. Fijne avond, Tom. Hoi, hoi. Dus voorlopig op een derde plaats. Nou, de vraag is natuurlijk of die andere voltoeners die natuurlijk ja, een beetje trokken hadden, of die nog terugkomen. Dat is de vraag, want we hadden natuurlijk met een voltoel nog staan volgens mij aan de Waterveld. Ook aan de port. Maar, ik zie al... kan het zo zijn dat... dat het afgelopen is, dat hij maar niet terug. En de vraag is natuurlijk of hij grip kan krijgen. Maar dat maakt niet uit, we gaan het allemaal beleven. Het optoeren van zo'n machine is op zich al leuk. Want je moet natuurlijk eerst druk in die motor pompen. De brandstof erbij. Die... En er zit mooi, en de olie zit er al aan, alsof het ervoor gemaakt is. Nou. Even in een hoger gangetje. De pak aan. Dan gaan we kijken. Dan gaan we. Even een stukje trekken. Koppeling op en gaan. Kijk. En nou aan houden. En gas. Trouw is dat. Onder het motto gas is alles. Hé, ziet het niet. Ah, dit is iets goed, zoals de eerste keer. Ja, dat dacht ik al. Optoeren. Ja. Maar je moet even kijken waar de olie vandaan komt. Nou, van normaal gesproken eerste keer dat ik kennen uit die beter zo in het is. Nou loopt alles voor elkaar. Hè. En heb ik hier staan. Dat is leuker dan en houdt er gewoon even lekker een paar beetje. Ik bedoel, ik ben je nou toch. Nou, daar gaan we! Nou, even naar het publiek, even zo, voor de foto's, want ze staan er allemaal te filmen. Als ze maar hier naartoe komen. Waar is de voetbalist verder aan Houdaar? Als het goed zit, nee, Houdaar. En anders leg je die beker maar even op de grond, want die zwart er voor mee. Ja. Dan hou je met twee handen bij. Heel goed. En dan gaat het goed komen. En die beker is natuurlijk allemaal ter beschikking gesteld voor de groene vakwinkel. Ja. Ja. Die timmert wel aan de weg. Ja, wie krijgt mijn vak dan?
Voorzitter, je hebt thuis een loontrekker, hoor niet? Je bent niet op de trekker gekomen, denk ik. Dat is wel jammer. Ja. Nou, hou je eigen goed bij. Een herenronde voor deze kampioenen. Meiden, bedankt en we gaan vanavond weer verder. Ik heb achter de rug al, dacht ik al, gezien. Hij staat klaar voor de proefplek, denk ik. Aantal rijden. We gaan van start met de 7 bondklassen. Kijk, inmiddels... staat hier. Jongens, de bekers die... de bekers van jullie zijn aan de overkant. Patsen. Kijk, inmiddels is er voor ons... We kunnen het eigenlijk wel een soort loonwerkersklasse noemen, want de tractoren in deze klasse, dat zijn natuurlijk meestal zware jongens. En laten we zeggen, de gemiddelde boer heeft zo'n... Ja, ik ben net uit. 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 Ja, ik